Cambuur bij Omroep Leo wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma Koffie, Thee en Apparatuur en Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening. Trotse supporters van Sportclub Cambuur. Jordi van Delen viel dinsdagavond na een elleboogstoot in het duel met Scheveningen geblesseerd uit. Het gevolg was een aardige zwelling onder zijn oog. Maar nu 2 dagen later gaat het alweer redelijk goed met de verdediger. De omstandigheden gaat wel goed. Gelukkig is niks gebroken of iets beschadigd. Het is een zware kneuzing, maar als het er nu nog uitziet kan ik gewoon spelen vrijdag. We dachten ook bij onszelf van, goh, dit kon wel eens ernstig zijn, maar het valt dus relatief gezien mee? Ja, het valt relatief mee. Na de wedstrijd moesten we gelijk naar het ziekenhuis om te kijken voor een foto of het niet gebroken was. En gelukkig was het niet gebroken. Dus uiteindelijk viel het inderdaad gelukkig mee. Waar hangt het nog vanaf of jij gaat spelen morgen? In principe aan het trainen, of team opstaat of niet. Kijk, aan de zwelling onder mijn oog. Je hebt nog 1,5 dag rust nu, dus op zich moet het wel goed komen. En uiteindelijk hoop ik gewoon dat ik vrijdag weer kan spelen. Dan maar naar de man die die hoop werkelijkheid kan laten worden. René Haken. Hij ziet dat zijn ploeg de midweekse wedstrijd redelijk goed verteerd heeft. Ja, we hebben zoals gezien hebben we met iedereen kunnen trainen vanmorgen. Dus dat is in dat opzicht goed teken. Dus geen grote en zware blessures gelukkig. Een aantal jongens die hebben wat aangepast getraind. Die zijn wel inzetbaar. Ja, zoals nu lijkt wel. We moeten even afwachten na de training hoe de reactie toch op de training is. Want 2 dagen na de wedstrijd neem je toch een andere belasting als dat je dat niet hebt. Dus we gaan daar straks per speler goed bespreken hoe ze ervoor staan. En op basis daarvan de keuze maken voor morgen. Want morgen staat het thuisduel met Rode JC op het programma. Een ploeg die volgens de trainer nog steeds een goede selectie heeft. Ook een aantal spelers met individuele kwaliteit die het verschil kunnen maken. En daar moeten we zeker op bedacht zijn. Want het is niet zomaar thuis van Roda dat we even makkelijk winnen. Ze hebben gewoon een goede ploeg met denk ik voorin veel kwaliteit. Maar wij moeten profiteren van de ruimtes die ze laten. En die zullen er zeker komen. En aan ons de taak om dan de juiste momenten goed te zijn en de juiste dingen te doen. Van Delen ziet het vooral als een wedstrijd tussen de 2 grote clubs in de keukenkampioendivisie. Ik verwacht een open wedstrijd. Er zijn 2 grote clubs in de competitie en die willen allebei aanvallend voetbal spelen. En uiteindelijk spelen wij thuis, dus wij moeten gewoon voor de 3 punten gaan. En daar gaan we ook volledig voor. Hoe denk je dat zij hier komen? Ze staan momenteel op 10 punten. Dat is 4 minder dan dat wij hebben. Denk je dat zij in de aanval zullen gaan? Zullen misschien in het begin even afwachten. Kijk, we zijn iets minder gestart dan wij. Wij spelen thuis, dus wij willen sowieso aanvallend gaan voetballen. Dus in het begin zal het wel even afwachten hoe we gaan spelen. Maar uiteindelijk verwacht ik gewoon dat wij 3 punten hier thuis houden. Of dat gaat lukken, kunt u morgen horen in het radioverslag van Leo Cambuur via 106.1 FM en omroepleo.nl. Met verslaggevers Richard de Vries en Jelmer Wijnstra.